Ik heb het altijd gedacht. En jullie ook natuurlijk. Ja, Nederland loopt voorop in de wereld. Dat hebben wij met z'n allen altijd gedacht. En ik heb het ook altijd verkondigd. Ik heb ook altijd gezegd tegen iedereen... Ja, maar Nederland loopt voorop. En wat blijkt nou? Nee, we lopen helemaal niet voorop. Nee, want we hebben het gezien. Tijdens de corona. Wat gebeurde er? Ja, toen moesten eerst de IC's liepen allemaal snel vol. Huppakee. En we moesten met al onze patiënten... Hup, naar buitenland, naar Duitsland, naar België, weet ik veel. Daar moesten ze allemaal naartoe. Daar begon het al mee. En toen moest er getest worden. En toen zei iedereen van, nou, we moeten snel gaan testen. Toen kon er helemaal niet getest worden. Nee, we hadden en geen teststraten. En toen er wel getest kon worden, toen moest iedereen, geloof ik, 40, 50 kilometer ver weg rijden. Want er waren geen mensen genoeg om te testen. Enzovoort, enzovoort. Eén grote klerenzooi gewoon. En daar hebben we dus mee te maken. Met Nederland. Want het is dus gewoon allemaal niet goed geregeld. Daar komen we nu achter. En wat blijkt? Het is nu weer aan de hand. Ja, want heel veel landen zijn al bezig met de prikken. Die zijn al injecties aan het geven met het vaccin. Engeland, hup, die zijn geloof ik begin december al begonnen. Prik, prik, huppakee. Amerika. Prik, prik, ze zijn al lang bezig. Wat dacht je van Duitsland? Gaan ook binnenkort prik, prik. België, ik geloof volgende week prik, prik. Die gaan ook beginnen. Maar Nederland? Nee, weinig prik, prik. Wij doen niet mee. Waarom niet? De GGD heeft het niet voor mekaar. Oh, de GGD weer, voor de zoveelste keer. En of dat nou bezuinigingen zijn of geamateur, dat weet ik niet. Maar één van die twee moet het zijn, want het lijkt nergens op. Want nu blijkt dat de ICT-systemen, whatever it may be en wat het ook mogen zijn, die werken niet bij de GGD. En kan er pas na 21 december en dan... 2 weken later pas kan er ook prik prik worden gedaan in Nederland. Jongen, 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 jongen. Altijd maar weer. En elke keer weer loopt Nederland achter de feiten aan. Hoe kan dat nou? En ik wil juist zo graag. En jongens, doe mij een lol daar in Den Haag. Dat ik gewoon weer kan zeggen... Nederland loopt voorop en dat ik trots kan zijn op Nederland.